Je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Goedemorgen Suriname, ik ben Maisha Neus en dit is De Nieuwe Politiek. Vandaag gaan we in gesprek met de welbekende volksvertegenwoordiger en parlementariër, meneer Edward Belfort. Goedemorgen meneer Belfort, hoe gaat het met u? Ja, goedemorgen. Naar omstandigheden lukt het wel met mij. Naar omstandigheden, dat klinkt niet al te best. Wat is er aan de hand? De situatie in het land toch. En, zoveel mensen naderen met allerlei vragen, ook met problemen. Net kwam ik van een huishoudelijke vergadering, heb ik ook de voorzitter een aantal dingen daar gezegd voor het voornemen om in comité-generaal over GIA te praten. Ik ben het eens. Ik heb ook gezegd dat wat hij vond van, ja, de mensen moeten dan quorum verlenen. Daarvoor zijn we gekozen door onze baas, het volk. En de presentielijst zal dan zichtbaar zijn voor het volk. Ik heb ook gezegd, voorzitter, we moeten de lijn doortrekken. Wanneer wij hier zaken aankaarten, het volk rakende, onze baas, moeten wij ruimte krijgen. Maar er wordt een systeem ingebouwd waarbij ik bijvoorbeeld gemulkorf word. Want na de proceslijst getekend te hebben, dan hoor je, nee, alleen de fractievoorzitter of plaatsvervangersvoorzitter mag het woord voeren. Maar we zijn allemaal DNA-leden. Geef mij de ruimte om de noden van het volk aan te kaarten. Maar daarna na getekend te hebben, dan is het zo van, nee, ik krijg het woord niet. Ja, er wordt een systeem ingebouwd en dat is eigenlijk niet goed. Is tegen de... Maar is dat niet raar, want alle volksvertegenwoordigers hebben toch het recht om namens het volk de belangen van het volk te uiten hier in het parlement en niet alleen de fractievoorzitter? Brandende issues, zij die praten, worden zo eigenlijk gediscrimineerd. Ja? Van oké, ze gaan dan bepalen alleen fractievoorzitters. Terwijl misschien de fractievoorzitter dat onderwerp niet beheerst of niet eens wie dat zoiets speelt. Bijvoorbeeld de situatie in het academische ziekenhuis. Ja, ik ken het academische ziekenhuis, ik was in de verpleging en ik wil erover praten, maar dan wordt mij de ruimte niet geboden in het huis van het volk. En alleen maar om presentie heeft de voorzitter nu gezegd, de presentielijst zal dan zichtbaar worden. Maar de voorzitter is kennelijk vergeten dat in het vorige parlement, ja, vorige zittingsperiode van het parlement, wij, ABOP-fractie, zat in de oppositie. En is dezelfde voorzitter die ook niet verscheen om te tekenen. Nu zit hij daar en dan wil hij de mensen eigenlijk een soort druk komen leggen van, de presentielijst zal dan zichtbaar worden, met andere woorden, de afvalk als je dat naar je teken of zoals man teken. Maar dat wordt gebruikt, zo heb ik het parlement gekend, dat wordt gebruikt door soms bepaalde coalitieleden zelf of door oppositie om te zeggen, oké, ik zorg ervoor dat ik geen quorum geef aan deze vergadering. En dat moet kunnen. Dat is democratie. Anders moet je een beleid zodanig voeren als regering dat wanneer je door het volk of door de volkvertegenwoordiging geroepen wordt om verantwoording af te leggen, dat je altijd hier komt om verantwoording af te leggen. Maar wat is mijn verbazing? Al een tijdje komt de president, niet de vicepresident, die is zogenaamd de coördinator. Coördinator is niet genoemd in de grondwet. Ja? Het is de president, vicepresident. Maar ze passen een systeem toe om weg te blijven, om te dokken voor brandende issues. En dan sturen ze meneer Ramdien. Of meneer Ramdien er niet is, dan is het iemand anders. En zo past het systeem toe. Laat de voorzitter van het parlement die lijn doortrekken, heb ik hem gezegd. Dat wanneer wij hier, ja, de regering om antwoord vragen voor zaken, dat niet de voorzitter van het parlement een bepaald systeem toepast. Oh nee, het is een beetje rumoerig. Oh leden, zo kunnen we niet vergaderen. Leden. Oké, is gewoon de vergadering. Nee, dan dien jij de orde te handhaven als voorzitter van het parlement. En dan ben je niet geschikt. Begrijpt u? Om een smoesje toe te passen om de vergadering te verdagen. En nu horen we comité-generaal, want ABOP en
VHP-fractie hebben om een comité-generaal gevraagd om kwestie Guyana te praten. Trouwens, Guyana, Suriname, in het openbaar heeft beledigd. Ja, dan kom je hier achter gesloten deur op. Wil je gaan praten over visvergunningen. Wie is gaan beloven? Ja? Waarom denkt u dat de regering eigenlijk achter gesloten deuren wil praten over zo'n belangrijke issue? Want verdient de samenleving geen transparantie? Er is heel wat reus dat er schijnbaar e-mails zouden zijn tussen de minister van LVV en de minister van Guyana. Dat er toezeggingen zijn gedaan, alhoewel e-mails natuurlijk geen bindende contracten zijn tussen twee landen. Maar dat er toezeggingen zijn gedaan in ieder geval. We kunnen misschien constateren dat de minister een beetje voorbarig is geweest. Alhoewel door de wandelgangen wordt gezegd dat Suriname in ruil daarvoor grond of de president of iemand regeringsgeleerd grond zou hebben gekregen in Guyana. En dat dat ook de reden is waarom Guyana erop staat dat deze visvergunningen komen. En ze zijn zelf zo ver gegaan om Surinaamse ondernemers in Guyana te bedreigen met rancune. Dus waarom denkt u dat, de eerste vraag is, waarom denkt u dat de regering achter gesloten deuren wil praten? En twee, wat denkt u dat de diplomatieke gevolgen zijn voor Suriname hieromtrent? Want natuurlijk in het achterhoofd spelende is Tigri ook al een issue en hebben nu dit ook nog erbij. Dus het gevoel bekruipt mij alsof de regering zaken te verdoezelen heeft voor de samenleving. En het moment je dus als DNA-lid gaat participeren in een comité-generaal, betekent jij die daar in zo'n vergadering hebt gezeten, mag niet meer over dat onderwerp daarbuiten gaan praten. Dus het is een systeem om eigenlijk de DA-leden eigenlijk de mond te snoeren. Maar ik ga daaraan niet mee werken. Ja? Laat dat ding in het openbaar gebeuren. Want toen meneer Santoki, ja, het volk nodig had, ja, voor zitting, of zogenaamd zitting, hoe stemt dat mee, ging hij niet achtergesloten deuren met het volk, toch? Hij filmde alles. Hij is naar moskeeën geweest, naar mandiers, naar gemeentes geweest. Stad en land heeft hij dus afgelopen, alle buurten. Ja, in het openbaar filmde hij van, I'm a sitting. Ja, we sitting. Jimmy 200 DM sitting. Pas klaar antwoord had hij voor alles. Ja, nu moet hij komen uitleggen in het openbaar. Ik daag de president uit, in het openbaar moet hij dat komen uitleggen. Aan het volk van Isetempa, toen hij overnam president, was 1 liter spijsolie tussen de 10 en 15 SRD. Ja, 1 blik sardine was ongeveer nog geen 10 SRD. Een zak semi-super rijst, 25 kilogram, is nu tussen de 5 en 600, het gaat straks naar 700 SRD. Ja, 1 liter unleaded gasoline was 6 gulden zoveel. Dus als je naar de pomp ging en je gaf de pompbediende een 100 SRD van tank voor me, 100 SRD unleaded, had hij meer dan 10 liter bijna. En eigenlijk als hij een 100 SRD en een blauw gaf, 120 SRD, had hij 20 liter unleaded in die tank. Nu, na die 200 dagen van meneer Santoki als zit-in toch, als je naar de pompbediende gaat en je geeft 100 SRD, 4 liter brandstof krijg je. Zijn we vooruit gegaan of achteruit? Brandstofprijs omhoog, valuta. Die valuta, 1 liter, 1 dollar, was 7 gulden zoveel. Laten we aannemen, 8 SRD. Voor, met de 100 SRD, laten we aannemen, een verpleegster of een politieman of een leerkracht, die heeft een fiets gekocht bij een carcenter, moet 100 US dollar per maand aflossen. Januari 2020, loste zo'n verpleegster, een politieman of een leerkracht of noem maar op, ambtenaar of hasselman, die loste af 100 US dollar maal 8 SRD. 800 SRD loste die persoon af voor dat voertuig. Nu, zelfs dat voertuig, ben nog niet klaar met aflossen, na die 200 dagen van meneer Santoki als zit-in toch, diezelfde auto ben je nog aan het aflossen. Voor die 100 US dollar moet hij
30 SRD neertellen, 3000 SRD. Is zo'n verpleegster, een ambtenaar, politieman, leerkracht of noem maar op, is die persoon achteruit gegaan of vooruit? Achteruit. Is die auto goedkoper geworden of duurder geworden? Terwijl je al ongeveer de helft had afgelost, plotseling awagi komoro diri. Dus dat soort dingen nekken de bevolking. En allemaal is plagen naar mij. Die buschauffeur. Ja, ik zal buschauffeur om me bij 1 liter meer olie. Ja, om een filter. Alle prijzen zijn omhoog gegaan. Dus dat is aan dat nu een takkie, dan bagate mijn tekenen op precies die lijst. Dan een voorzitter, maar dan meneer Marinus B. En pas een systeem toe, per bel voor de kunnen we brandende issue, het volk rakende. Verpleegsters is taak. En dan zomaar dat er intensief care, dat er een klagen, want medicijnen de bellenprobleem de medisch verbruik artikelen de uitgerekend, want dat er verdient ongeveer 350 Amerika dollar nu de. Waarvoor is die man gaan studeren, die man of vrouw gaan studeren? Voor Pina? Nadat na zit meneer Santo ki zitting, nadat na dat nu aan takkie, omdat afvolk een viering. En het is mijn dede, baby, het dede lek drapen naar nieuw natale zorg. Nu, intensief care unit schreef ik geen probleem. Asset de in probleem. Laat de verpleegster voor Marwina ziekenhuis. Tapu a passie, ook zoals verbinding. Ja, naar bij mooi aan drapen. Voor zijde, en dan wanneer we tap a passie zo, maar voor actie, aandacht voor de nodige voeding. Money no de, dan heb je de money, dan middelen zijn die naar auto's zo worden weggedragen, heb ik begrepen. De wave of a directrice, ja. Toen meneer Santoki overnam 16 juli 2020, het ziekenhuis, het Johnny ziekenhuis, draaide hoor, dat is operationeel. Artsen waren daar, verpleegkundigen waren daar, heel boven Suriname bij verpleegkundigen, dan gaat dat raar. Na 200 dagen meneer Santoki zitting, het Johnny ziekenhuis is voor de natuur overgelaten. Die artsen en verpleegkundigen zijn weggestuurd. Wie moet voor de mensen zorgen daar? Als ze daar aankomen, zegt iemand is van Botopassi, of van Jojo, of van Kayapati. Je komt met de boot aangemerkt daar bij Johnny. Je hebt spoedeisende hulp nodig. Je gaat naar het ziekenhuis, niemand is daar. Je moet dan meer dan 100 kilometer travelen om Paramaribo te bereiken. Nou, dit. Begrijp je? Daarvoor heeft meneer deze regering Santoki en Brunswijk. Brunswijk de hart in een, ja, de bij in een Pina Desma voor Sranang en voor Namco de binnenlandbewoners. Na Sitama zitten, dat hij met Taki, dat de majoraat, wat kilo brein sukru. Nu nog bijna 40 golo. Van een gezin, man, vrouw en 3 kinderen, dat is een klein gezin in Surinaamse termen, uitgedrukt, een klein gezin is man, vrouw en 3 kinderen. Van een gezin moest gedijen. Een van mijn totaal inkomen man vrouw 5000 SRD. Moest pay euro zo. Je hebt studerende kinderen aan de universiteit, college geld moest pay. Bus money moest pay. 3 maandags moest contact afra. Breder moest pay. Ja, dat is armoede toch. Na armoede toch. Want dat is aan die zie. Dat de man dat bel voor en valt aan de regering aan. Meneer van nou, ik krijg de regering aan. Maar mino, kom praat de regering naar de mond. Want een volk is dede. Een volk is pina. Dit is niet wat ik bedoel met dit, maar ik ga naar stembus. Ik bedoel met dit, ik ga stemmen voor ik ben morgen boem. Nu ik kom morgen vlecht, dat de man nog een jaar is met dat ik mijn zand ook nog een dok. En ik kon dat, mijn broer zei even een dok. Dat mijn kon een foto, berekent dat ja, mijn stem te doen. Want die man is niet etnisch bezig. Maar is dat wel mijn vervolgse vraag zijn? Want u haalt zeer serieuze punten aan. Mensen voelen het. Meneer Brunswijk heeft zichzelf recentelijk tot koning van Paramaribo gebombardeerd en leeft dus blijkbaar in de waan dat hij met nog meer zetels binnen zal komen de komende verkiezing. En dan lijkt het bijna alsof ze de touch met de realiteit of met de samenleving eigenlijk zijn verloren. Want hoe kan je zeg maar zulke uitspraken doen terwijl je weet dat er grote delen van Suriname zijn die op dit moment in armoede leven? Precies. Wat doet hij? Hij dus in plaats van die witte man, die kolonisator, zien we nu onze eigen blakke boeba. Maar zelfde, ja, Redimusu. Zelfde principe wordt gehanteerd. Spiegeltjes en kraaltjes moet je vertalen in
geld strooien met geld. Ik helikopter wel op een vriend money kagrong. Terwijl man, wat kan om mijn money en vriendje chinengen drapen. Ja, en pakketten. Dus samen doen we. Maar je kan alleen een beetje armoede en creëren. Je hebt creëren armoede. Heb je dan ook een gewas maar een pakket. Dan vullen met dat eigenlijk. Ja, met dit jaar. Je hebt zoals maar. Als maar iets bij een nood of van nood. Dus allemaal een potje te schande eigenlijk. Ja, dat je film dus maar. Dat je tentek is maar voor Francais. Ja, Sarah Makan is een tentek voor Francais. Tek wat toevoegen ook toevoegen naar daar zo. Ja, dat je die money bij de man dat die, dat is maar dat die moest go kies den Sarah Makan is voor boven Suriname den. En de wans aan Elibina foto ja, naar een district telekwadika, naar para, voor de Sarah Makan is moest stem den. Dat meneer Brusswijk de bezig is doen. Dus aan de lobby aan de volk, maar meneer Abenkes, allemaal bij een volk jeje, met spiegeltjes en kraaltjes. Ik heb een beetje 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 een Europa, een beetje een beetje een beetje een paradijs toch. Beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een life drapen. Met een volk she een beetje een hoop. Marwina Denounoudé. Meneer Brunswijk, ik toevallig door mijn geschiedenis en omdat ik ook een tijdje in de politiek was, ben ik toen de tijd ook naar Marwijnen geweest, vaker. En ik heb gezien wat de situatie daar is. En het is eigenlijk geen nieuwe omstandigheid. Het is misschien verergerd door de jaren heen, maar het is niet nieuw. Dat was ook een van de issues die ik altijd had. Want als meneer Brunswijk werkelijk de leider is van Marwijnen, waarom verheft hij Marwijnen niet? Waarom is er nu pas een middelbaar onderwijs enzovoort? Je hebt twee soorten leiders. Je hebt een die wordt geschreven L-E-I-D-E-L-R. Dan eentje die wordt geschreven L-I-J-D-E-R. Ik weet niet welke hij is. Bent u misleid geworden? Want ik denk dat Brunswijk altijd Brunswijk is geweest. Bent u misleid geworden of had u misschien voor de verkiezingen gewoon hoop dat hij het wel goed zou doen? Niet hij. Ik heb voor de ABOP gewerkt. Niet dat Brunswijk vice-president zou worden. Omdat ik heb mijn kwaliteit. Dat is precies dat ik mijn kwaliteit heb. Ja? Daarom met, toen hij voornemens was. En ik heb bekend in een zogenaamde hoofdbestuursvergadering tijdens bij hem verlengde Alamoestraat. Ik was de enigste die hem dat heeft gezegd om het niet te doen. Alle letteren zijn ja-knikkers. En iedereen is bang voor hem. Allemaal knikken. Ja, hij is nooit fout. Hij is nooit fout. Ja, Vostromitja zei, ik weet dat alleen de schepper niet fout is. Ja, maar Walibisma, je hebt gebreken toch? En als hij nooit fout was, of is, dan zou Marwijnen, we kunnen niet naar Marwijnen gaan. Op dit moment gaat hij kijken. Al die kleine jongens die op dit moment in de schoolbanken zouden moeten zitten, de toekomst van Albina, die stoten met kruiwagens. Als een boot komt aangevaren daar, gaat aangemerkt daar, is het net als je in de middeleeuwen bent beland. Dan is het trekken en uitschelden aan je tassen. Klopt, we kennen de situatie daar. Maar daarom vraag ik u, van, bent u misleid geworden? Want dit is eigenlijk al iets van een aantal jaren zo. Maar dat zeg ik toch? Dus ik heb gearbeid, gewerkt voor de partij in Paramaribo, zodat de partij zetels zou hebben om Suriname naar een beter niveau te tillen dan tussen 2015 en 2020. Wat is gaan gebeuren? Ik heb in alle districten heb ik gewerkt. Hè. Ik was de enige parlementariër, ja, die werd gevraagd, kom naar Marwijnen, kom naar Kommewijnen, kom naar Nikeri, kom naar Saramaka, kom naar Koroni, noem maar op, allemaal. Dat boven Suriname, mijn familie. Ja? Gewerkt dat iedereen vertrouwen kreeg in ABOP. Niet voor Brunswijk, ABOP. Maar dat, oké, even naar Belfort, takkie dat we go. Maar stem van 5 naar 9 zeters. En toen kwam ze ware hard naar buiten. En dat heb ik gezegd, hé, een man die bij Kibra is altijd, maar hij had eigenlijk heel liep met dubbele agenda. En dat is nu duidelijk naar voren gekomen. En dat allemaal poeru, mevrouw Diana Pocky. San Diana Pocky doen. Diana Pocky nam de boot. Brugge-Pondo, waterrijk gebied. Veel stroomvertellingen, veel soelas. Een vrouw, een jonge vrouw, Libi haven echt goed, gezin achter. Dagenlang.
op de rivier, ja, in de Sula, over de Sula, voor met propaganda die abo. Boven Suriname idem, ja. Dus eigenlijk bent u en anderen, waaronder nee, mevrouw Pokkie, ja, dus nee, de partij of de mensen die de partij, nee, hoe zeg ik het? De mensen die voor de partij hebben gewerkt, die geloof hadden dat de ABOP een waardige bijdrage kon leveren aan de opbouw van Suriname, die zijn dus eigenlijk bedrogen uitgekomen. Ja, na de verkiezingswens van 2020 is de ware aard van meneer Brunswijk naar buiten gekomen van meneer Arkin Hooman en mezelf gezegd, ABOP naar een partij, naar sa en takkie, naar dat heb sadrapen. Dat is een belangrijke uitspraak, want als u nu zegt van oké, okay, uw ogen zijn na 2020 open gegaan, hij heeft zijn masker is gevallen, de ABOP is zijn partij, dus dat wil zeggen hij gaat niet anytime soon aftreden als voorzitter. Zou u, en er zijn altijd heel wat kijkers wanneer u live gaat, zou u nu mensen die traditioneel op de ABOP stemmen in 2025 adviseren om weer op de ABOP te stemmen of zou u zeggen reken af en straf meneer Brunswijk af voor het gedrag wat hij vertoont? Dat zeg ik al de hele tijd. Ik heb een eigen programma toch? Ik zeg dat aan het publiek. Van onze stem tap de man die smora coalitie van de Jasso. Maar onder ABOP. Maar tegen de man, de andomangs van ABOP, dat zijn die slijmerikken, zijn mannen en vrouwen, ja, die adoreren de voorzitter. De man dat. Neem 9 van de 10 keer in ruil voor financiële welvaart. Ja, om een barkidala of noem maar op. Om op bij wat tweede hand wat ik geef. De man dat die aan de aman. Ja. De man dat altijd op de naam zit. Totdat aman bar de man. Weet je hoeveel van ze hij vies en vuil uitscheldt? Morgen zijn ze weer daar. De man op jeje. Begrijp je? Waarom geef je money? Nog een onder je schrijf. Nog een zakken je geef aman. Maar bepaalde mannen en vrouwen zijn zo ingesteld dat de Eshamalek gado. Anomie. Daarom was ik als raadvolk vooral de jeugd. En moest ik naar jou. En moest ik naar alle de 12 soorten in Paramaribo. Kom praat money naar een pakket. Voor ik beloof je zou oud doen. Arkimi boom. En dan maak ik niks voor jou. En dan de staat voor de wans aan je schrijf. Laat staan voor jou. Ja. Tek je boom moeten. Mensen. U tek je boom moeten. U sap mi toch, Belfort et takanga uno. Mi dena abob ete. Ta papira. Ja. 20. En alo gomi 20 afkomende verkiezingen. Mino demoro. Mino demoro. Mino man na misleiding. Mino man. Ja. Dan me begin leg je uit. Au kon na pakket. Am musko na pakket na yo. Am kadano teka helikopter gwalok tofu fring money moro. Mo abwa systeem pe au jiwa mo wap to money. Je tu wat toma e waka kondra petak ya e moni langa, de soort maar zijn handlangers. Zijn handlangers. Ja, o gebruik handlangers. Masker, de moko langa masker. Traman. Wie heeft het nu over Bordeaux? Nee, meneer Karning. Meneer Karning. Walo mande, o go fu kis afvolk. Dus daarmee dat spiegeltjes en kraaltjes door de kolonisator gehanteerd gegeven aan mensen om hun te paaien, hebben niet plaats gemaakt voor pakketten en cash and carry. Dus na asan dat amou do fo kiss you precies baka afer kisen you te ama absitel wes ke ba ma bereke dul ke ba you no shi next moro fa mana do takio kisi en you no ma nader ama moro en fo voorkom dat die jeugd sra na man vooral voor na poede jong wang gebruik common sense mina takwa sa suma eigenlijk om ons wat te ku tem boom ala de masa e bar de moni langa. De ma apaki, om wat te koeten, om ons go onderzoek. Vader de kona money. Je kan pleeg wat onderzoek. Pleeg wat onderzoek. Na shirt money. Nou, dat is eigenlijk een. We zullen de naam niet noemen, want u noemt geen namen. Maar recentelijk is meneer Saya opgepakt door het JIT. Hij was ook aan het strooien met allerlei gelden. Was geleerd aan, of is geleerd, voor zover ik weet, nog steeds aan de VHP en de president. De president is ook op zijn streetparty geweest. En net voordat u aan tafel kwam zitten, was er een andere heer hier binnen. En die gaf aan dat ze nu aan het werken zijn op de andere persoon die u, ik denk, insinueert. Die het ook heeft over Moni Lange en dat hij de eerstvolgende is die ook aangepakt zal worden. Omdat hij af en toe toch wel wat kritiek levert op de regering.
Denkt u dat dit een waarschuwing moet zijn voor regeringsgeleerde mensen die denken dat ze God zijn en hun money langer? Of denkt u van dit is allemaal een strategie van president Santokki, want in aard blijft hij altijd een politieagent? Ik weet het niet. Ik weet dat ik mij niet met duistere dingen bezighoud. Dus ik heb geen boter op mijn hoofd. Ik rijd overal naartoe. Ik ga naar de gym. Ik slaap lekker thuis. Zij die met duistere dingen zij die zich met duistere dingen bezighouden, dan zaken met je. Zolang je er bezig bent met duistere zaken, ik zat bij kast 20 jaar bij de politie. Ja? Ik heb het niet over een specifieke persoon, ik praat over een geval algemeen. Want waar is co-afvolk? Want wat doet men nu? Men is bezig de jeugd te recruteren om in hetzelfde straatje van hun te gaan. En dat is zeer gevaarlijk. Mensen die niet eens in de buurt van de school zouden moeten komen, zien wij, ze gaan op school, dan mag ik hormonmotivatie sessie zoeken, dan mag ik charistoer gaan naar scoren, dan mag ik die pakket naar scoren. Die schoolleiders wil ik echt op het hart drukken. Nee, ik wil ze verzoeken om eerst goed na te denken, al eer u een dubieus persoon voor een groep van scholieren, studenten, laat komen op zogenaamde cohortmotivatiesessie. Want is er een spreekwoord dat zegt, wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. Je teka takru money, je abif pay atakru pay man. En om dat te voorkomen, beter je de mekkie, het opgroeiend volk, onze jeugd, ja, in contact met de mandatie. Dat de man kon naar scoren. Als je gewoon gaat naar een zogenaamde show voor de man, per normen en waarden nog de, respect nog de, dat is des jeugd. Maar jullie schoolleider voorkom dat die zo'n figuur kon naar scoren of jou, dat a contact aan scoren op team. Het gaat gevolgen hebben uit die groep van scholieren. Dus je wil woeligheid om ons dan een bepaalde scoren op team. Maar woeligheid als dat dit zo'n figuur komt, zijn de abnormen en waarden, zijn de vlak hier naar school, ja, dan om misleid zeker tenminste wat te boydrapen, dan gaat het voortgezet worden. Ja, dit is een oud fenomeen dat jonge jongens, vooral in Suriname, want als je kijkt naar het onderwijs, is de kloof tussen de vrouwen en de mannen enorm. De vrouwen doen het uitstekend, die groep is niks over aan te merken, maar de mannen, hoe hoger je komt, hoe minder mannen je ziet. Weet je, en het is een Surinaams fenomeen, het is nog voor Weidenbos, dat jongens vroeg stoppen met de school, omdat ze denken van, hé, ik kan of ook het criminele pad gaan bewandelen, of gaan werken, of noem maar op, maar fast easy money. Dat gezegd hebben, dan zien we ook dat in het nieuws, nu een container, goeiedag, een container is gevonden met rijst, waarin 6000 kilogram cocaïne afkomstig uit Suriname is gevonden. En dat is in Nederland of in Antwerpen? Eén van de twee. Antwerpen, ja, Europa in ieder geval. We weten dat geen blakamang zijn. En zoals u eerder zei, van u heeft bij de politie gewerkt, vroeg of laat word je gestraft. Maar we zien toch wel dat er een grote groep die in de illegale sfeer opereert, om het zo te zeggen, toch altijd schotvrij gaat. Waar ligt dat aan? Nou, de procureur-generaal heeft, althans er was niemand procureur-generaal, bij de opening van het CTCR van het Hof van Justitie, een opmerkelijke uitspraak gedaan. Hè? En hij heeft gezegd, er vindt ondermijnende criminaliteit plaats. En ze noemt een aantal ernstige delicten, waaronder moorden, cocaïnehandel, drive-by shootings, die meer regel, heeft ze gezegd, de uitzondering zijn. Je ziet welke richting Suriname gaat. Je ziet ook, heb ik laatst een videoclip gezien waarbij een aantal jongeren ergens zijn. Er wordt daar gezongen en een paar jonge vrouwen, heel schaars gekleed, gaan daar op hun handen en benen, bukken daar en een jonge man is daar achter zo. Dat is verval. Wanneer deze zaken zich voordoen, moet van eigenlijk de autoriteiten gesproken worden naar de jeugd. Maar niemand zegt wat. We zien ook dat de vicepresident, er is een video. Ik heb het niet. Nee, ik had het sec over die grote drugsvangst. Hè? Want we krijgen altijd als blakamang. Want verval, dus deze dingen,
Het begint met heel kleine dingen. En voordat je denkt, zijn die grote dingen daar. De vicepresident leunt zijn hoofd op vrouw haar borst. Er wordt gelachen. Dus dat zelf wordt geaccepteerd. We zien vanaf deze regering aangetreden. Het aantal drugsvangsten, nationaal en internationaal, is schrikbarend toegenomen. Overal droppings. Asigron, Apura, Goliathberg, Tafelberg, hier, vlak hier, Marowene, ja, Adjuma Bergi. Overal uitgebrande vliegtuigen. En die hebben geen toeristen gebracht. Nee. De lading bestond uit illegale cocaïne. Waar is de lading naartoe gebracht? Maar waar zijn die piloten gebleven? Dat aan de andere kant zie je vliegtuig gevonden, soms drugs gevonden. We horen niets meer van die zaak. We horen niet eens dat mensen zijn aangehouden. Ja? Maar in het buitenland, onlangs, weet je wat 6000 kilogram cocaïne betekent? Een 20 voet container is dan ongeveer volgepropt met 3000 kilogram cocaïne. 20 voet container heb ik begrepen. 3000 kilogram cocaïne. Onlangs was er hier onze vissershaven. Chefie Has. 1000 kilogram cocaïne. En toch praat de minister over het feit dat een Netflix-serie gebaseerd op Fanta, dat die voor imago-schade zorgt. Maar net als wat u zegt, het is grote drugs van de afkomstig. Gisteren, op onze nieuwe havencomplex, aantal 20 voet containers. Ik weet niet hoeveel cocaïne daar gevonden is. In die reiscontainers, in die deuren. Ja, ik heb het gelezen. Weet je wat dat betekent? Dat is toch een totale. Dus achter elkaar komen die dingen. Vorige week die cocaïne van Chefie Has. Van de week 6000 kilo Antwerpen, België. Gisteren, ik weet niet of het 1000 of meer dan 1000 is, hier op onze nieuwe haven. Waar gaan we naartoe? Dus het begint met deze dingen. En straks ga je onderlinge bendes oorlog krijgen. Dan kan je zeggen, je bemoeit niet ermee, dus je bent vrij. Maar je loopt gevaar. Suriname loopt gevaar, want je gaat naar de winkel. En een van die bendeleden is toevallig voor die winkel of gaat ook in de winkel. Een andere bendelid komt daar. Boom, 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 schiet op die persoon. En onschuldige mensen worden ook getroffen, ja. Maar die dingen hebben hun intrede gedaan jaren terug in Jamaica, Barbados, Trinidad. En dat is men nu aan het inpalmen. En het wordt overgewaaid dan. Vanaf deze regering is aangetreden, meneer Santokki Brunswijk, hebben cocaïnehandel schrikbarend toegenomen. Ja, want begin dit jaar, als ik me niet vergis, of was het begin vorig? Nee, het was vorig jaar. Is de lijfwacht van de VP aangehouden voor een vermoedelijke fonds van meer dan 400 kilo? Maar wie heeft, welke journalist is de VP gaan interviewen hierover? Ik heb niemand daarover. De VP wil mij niet te woord staan, dus je hoeft niet naar mij te kijken. In normale zin gesproken, in het buitenland, dan zou de VP moeten aftreden. Ja, want het is very close to home, om het zo te zeggen. Hoe kan van jouw beveiliging? En in de wandelgangen wordt gezegd dat het niets meer van die zaak, maar de politie zou nog tekst uitleggen moeten geven. Want die massamobiel is toch in beslag genomen. En al die contacten daar, alles is toch een kleur voor de politie. Nou, in de wandelgangen wordt gezegd dat de lading van de VP was. En dat het daarom eigenlijk een beetje daarom zeg ik in de wandelgangen. Ik heb niet gezegd, u heeft gezegd. Ik zeg gewoon, justitie zou meer moeten prijsgeven. Ik beschuldig niemand, ik noem niemands namen. Maar ik die jaren bij justitie zat, als agent, weet dat, kennelijk is er gebeld geworden, Kira zag, daar heeft de PG gezegd, ondermijnde de criminaliteit. Ja, maar ik moet ook zeggen, meneer Belfort, want u bent volksvertegenwoordiger, u bent agent geweest, uw intel zal sowieso nog steeds scherp zijn en u krijgt ook genoeg nieuws, dus we moeten niet doen in Suriname. Ik begrijp waarom u geen namen noemt, want u beschermt daarmee natuurlijk ook uzelf. Maar misschien wordt het wel tijd dat we de beestje bij de naam gaan noemen, want zo draaien we eromheen en blijven dat mensen eigenlijk buiten schot, toch? De PG heeft een PR-officer. We hebben niet eens een officiële PG, het is nog steeds waarnemend. Maar kijk, dat is ook in strijd met de personeelswet. Wanneer iemand langer dan een jaar
heeft waargenomen een op of gevallen functie, moet je die persoon benoemen. Dat staat in de personeelswet. En nu horen we de PG, haar waarneming wordt met nog een jaar verlengd. Het is een strijd met de personeelswet. Alles wat deze regering doet is in strijd met de wet, maar oké. Okay. Kennelijk om haar nog onder druk te zetten. Zij zou eigenlijk moeten bedanken. Eer aan zichzelf houden, zeggen van ik kan niet functioneren. Nee, maar we bedanken lange tijdbaar. Maar zo zie je de belangen van mensen toch? Ik kan niet komen bij de opening van het zittingsjaar van het Hof van Justitie als hoogste vervolgingsbaas. En ik kom daar uit, er vindt ondermijnende criminaliteit plaats. En vervolgens pak ik mijn tas en ik ga weer op kantoor. Naar direct met mijn sorry, tak, hey, met die af. Maar ook onder deze omstandigheden. Deze PG heb ik vanaf officierperiode van haar gekend. En minder besap, dat gaat abo me kijken. Tak jongen, abo doe de sanitie. En eigenlijk staat ze dingen ook leuk. En toen dan. Maar u zegt, u houdt in het interview een aantal belangrijke zaken aan. De volksvertegenwoordigers worden beknot in het huis van het parlement om hun zegje te doen. We hebben eigenlijk geen PG, een waarnemend PG, dat eigenlijk ook in strijd is met de personeelswet. En dus ze kan ook niet optimaal functioneren. Onze instituten zijn uitgehold, de rekenkamer, de klad, noem maar op. En eigenlijk zie je gewoon met leidende ogen, denk ik, u ook, met pijn in uw hart, hoe Suriname eigenlijk steeds dieper de afgrond inzakt. En het lijkt bijna alsof we aan handen en voeten zijn gebonden en niks kunnen doen behalve kijken. Nee, we kunnen heel veel doen. We kunnen nog heel veel doen. En daarom praat ik omdat het is 1 voor 12. Niet het programma 1 voor 12, maar het zegt 1 voor 12, maar het is 1 voor 12. Dat betekent, we zijn bijna zeg maar verloren, maar we zijn nog niet verloren. Dus dat bedoel ik met 1 voor 12. We zijn bijna verloren, maar nog niet verloren. En daarom praat ik, omdat er nog redding mogelijk is. Er is nog redding mogelijk. U en ik, zij die kijken, de schooljeugd, iedereen, in en buiten Suriname, we moeten... Niet, we kunnen, we moeten de handen in elkaar slaan. Willen wij van Suriname nog een leefbaar land maken? Een land dat op spoor gezet is en bloeit. Ja, dan moeten we. Dan is het niet van, hey, ik hou niet van Maisha News omdat we... Dan loopt vast mijn tak-takje, Isabi. Nee, het is super nood dat ons nu ertoe gaat drijven. Dat en de hun die staan... En de Japan, en de Chinees, en die Dogla, en de Inheems, en die Blakamang, en stad en binnenland, bij elkaar moeten komen en zeggen we bendru voor verloesterend afvoeding, soort mandici. Anders, na 2025 of eerder, als de mandici komt bakken naar machtie, dan gaan wij het mooie van Suriname niet meer zien. En dat gaat eigenlijk, dat had nu wel, omdat dit land een mooi land is. En Suriname is een prulare samenleving. We leven als broers en zusters hier. Ik kan het demonstreren. Ik kan gaan naar een Hindustaanse buurt en ik ga actie van een Porsignan. Dat Jimmy. Ik kan gaan naar een Java buurt en ik kan gaan actie van Porsignan. Ik heb geen geld, jongen, maar... Dat Jimmy. Zo is Suriname. Maar Suriname is nu op het kruispunt beland waarbij we moeten afkappen met slechte mensen die het land tot een sodap en gemora willen maken. Daar moeten we naartoe gaan van, hey, deze verkiezing die komt, is stemmen tegen deze mensen. Met alle partijen die nu in de coalitie zitten. Om te zeggen, we kiezen voor integere leiders. Leiders die normen en waarden gaan komen herstellen. Leiders die Suriname weer op spoor gaan komen zetten. En dan gaat het misschien 2-3 jaar duren, gelooft u mij. Maar dan kunnen wij vanuit een achtergestelde positie naar productie gaan. Naar welvaart voor Suriname. Naar een goed land voor onze jongeren. Dat iedereen nu ziet van, hey, go jongen. Hey, heb ik kan werken, heb jongen. Hey, ik ben brieven en ben van, maar ik ga wel jaren, ik criminaliteit zakken. Hey, sa, de mij praat niet, jongen. We hebben afzet. Begrijp je, onze scholieren worden niet meer misbruikt of dat mensen gaan daar met veel kettingen om hun hals. Dat heb je niet langer op de corruptie en vriend money traumatic. Ik weet niet wat voor vliegtuig, ook voor vriend money kagrom. Of spiegeltjes en klater die in de vorm van pakket of money voor stemt dat ding. Nee,
allemaal leren nu. Je kiest wat ook, je leert ook, je leert kiezen eigen visie. Ja, dat na het systeem samen komen. We leren voor bouw akkoord op. Niet afhankelijk zijn van iemand. Dat na het systeem aanrechten dat we moeten gaan op. En dan is het zodat Suriname op spoor gezet wordt en het land dan vooruit komt. Komende verkiezingen. Dat na mijn streven. Nou, wat is dat nu op 14 dan VAP, nu op 14 dan ABOP, nu op 14 dan NPS of PL. Ik heb zoveel vrienden bij al die partijen, op 14 dan NDP. Maar we moeten de handen in elkaar slaan om te zeggen, tot hier en niet verder. Alles we proberen aan het luk. NDP komt aan het luk. NPS BD aan het go so many. Dit komt aan het go so many. Nou, meneer Mosseting, ja, kom aan het go. Laten we de handen in elkaar slaan en te zeggen, wij stemmen, wij kiezen de bestuurders. Deze mensen gaan we afwijzen, massaal allemaal. En we kiezen voor integere, dienende leiders. En dan gaat hij zelf zien. We gaan weer voor de camera komen te zeggen, ik had u gezegd, dat kijk, het gaat, de criminaliteit is gedropt. En kijk, we kunnen nu zeggen, we hebben afzet en zoveel productie, zoveel tonnen cassave gaat weg, zoveel boulangerie gaat weg, zoveel atroa gaat weg, zoveel kilo kip gaat weg, we produceren. Maar dan een systeem die zie, dan dat cocaïne, dan moet ik overspoelen konden. En zogenaamd in Afrika, want we moeten Johan Barkidala, if onze dat partij kan wel man. Dat soort dingen moeten we eigenlijk uitbannen. Beste kijkers, u heeft het gehoord van meneer Edward Belfour en zijn boodschap was reken af met de gevestigde orde en kies voor integere nieuwe leiders met hart voor Suriname. Dat was het voor deze aflevering van de Nieuwe Politiek. We zijn zo dadelijk bij u terug met nog een item. Fijne dag en tot ziens. Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.